Wat zijn we aan het doen? Aan het tanken. Het zal wel zijn. En lekker vlog toch. Yo, beste mensen van schoolleven. Mijn naam is Darbro en welkom op mijn YouTube kanaal. Een nieuwe vlog. Het is vroeg zoals je kunt zien aan mijn hoofd. Ik ben aan het werk. Ik ben op weg met deze geweldige, mooie elektrische bus. Ik heb zelfs van die... van die spiegels, of ja, camera's, wat het ook mag zijn. Is fucking nice. En ik sta hier op de luchthaven te wachten op mijn volgende vertrek. Dus ja, wat wil ik vertellen? We gaan iets leuks doen. Want in elke vlog gaan we iets leuks doen. En we gaan vandaag voor een nieuw kot kijken voor Calipo. Dan kun je wel zeggen, hè, waarom? Een nieuwe kot is toch niet nodig? Je hebt toch een mooie kot? Ja, oké. Maar Calipo zit heel vaak alleen thuis. En daar willen we vanaf. We willen Calipo... mobiel maken en kunnen meepakken overal waar we naartoe gaan. Of toch, althans, als we naar mijn ouders of naar Lina haar ouders gaan voor langere tijd dan 1 uurtje, voor een paar uurtjes. Dus gaan we nu een kot kopen zodat ze mee kan gaan overal waar we gaan en staan. En aangezien Calipo 40 jaar op deze planeet staat, dan zou ik ook graag hebben dat die vogel niet verwaarloosd wordt. Dus gaan we nu een kotje halen zodat Calipo meer op de vlog te zien is ook. En dan is ze altijd bij ons en dan hoeft ze niet altijd alleen te zitten. Nu, ik ga nog 2 uurtjes rijden. Dan ben ik er vanaf voor vandaag. En dan gaan we naar de winkel samen met Lina. Want die is momenteel nog aan het slapen. Die gaat mij een kotje halen en nadien kan ze gaan studeren. Want ze zit midden in de blok van de examens. Dus heel veel succes aan Lina gewenst. Dat zal wel zijn. Aan mijn liefje. En we zitten in de auto. Het is 7 na 10. En ik ben er al vanaf. Hè. Dus nu op naar Lina. Want zij gaat nu mee dat kot halen. En dan... ben ik benieuwd wat voor kotje dat we gaan meepakken voor Calipo. Welke winkel dat we gaan, dat weet ik ook nog niet. Dus op naar Lina. Dag liefje. Dag liefje. Lievelingsliefje. Welk liefje heb je nog dan? Dag lievelingsliefje, zegt hij. Ah, geef iets op de dood. Oei, wacht. Wiebelen, hè, liefje? Wiebelen. Hoe was het, schatje? Goed. Oh, een dag. Ja, goed, kijk eens. Goed hoor, baby. Gewoon met een babytje. Amai. Krijgt die allemaal. Oké, dus nu gaan we eerst naar huis mijn ding halen. Mijn ticket is. Ding halen. Mijn code van de identiteitskaart. En dan, ja, hier. En dan gaan we naar de winkel. Welke winkel wil je gaan? Ik weet het niet. Want wij zijn hier bij de... Tom & Co hier. Tom & Co. Tom & Co of Maxizo. Maxizo, ja. Of en of misschien. Buiten ja. Als we binnenkomen en denken, dat is het. Oké. Okay. Toch? Dan gaan we dus denken, dan moeten we toch nog ergens anders zijn. Ah ja. Je moet dat eerst trekken, de kippie. Ik smaak het zo nog wat, hè. Ja. Oh, sorry. Je ruikt het. Het is raar. Zo erg. Ik heb gekregen voor mijn kerstmis van haar. En je riekt eigenlijk een smaakje, maar je proeft dat ook ofzo. Dat is super raar. En toch zit dat nog in mijn neus. Ja. Maar we gaan nu naar huis, want dan ben ik te laat op mijn afspraak bij het gemeentehuis. En dan heb ik weer geen pas. Want ik ben mijn pas nog altijd gaan halen en al 3 maanden kwijt. Dus misschien eindelijk een keer werk van maken met baby. Ja, als zonder mij waart, gaan we nu niet naartoe aan het gaan. Ja, ja. Jongens en meisjes, ik mag met volle vertuiging en volle vreugde zeggen dat ik officieel weer Belg ben, want ik heb mijn pas terug. Ik ben niet meer illegaal in het land. Ik heb terug een bewijsje van wie ik ben. Nee, dat is nu alle gekheid op een stokje, want blijkbaar, ik weet niet of het waar is, als er politiemensen in de vlog nu zijn, laat het weten in de reacties. Maar blijkbaar zou iets mee een geldig bewijs zijn om je te legitimeren wie dat jij bent. Maar nu is de vraag, is het legit een geldig bewijs? Om u te legitimeren? Of is het zoiets als... je moet bijvoorbeeld uw paspoort afgeven hier op het gemeentehuis om u te legitimeren. En dan zeggen ze, ja, maar uw rijbewijs is ook goed, snap je? Zo'n soort van legitimatie. Nee, uw papa heeft gezegd van het... niet, dus nee. Ja, papa heeft dat gezegd, maar papa is papa geen werkt politie, op de burgemeester. Op de burgemeester? De burgemeester, wie? Hij werkt op het gemeentehuis, dus zal het wel weten, zeg. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Bij de politie bedoel nee, ik, als ze mij tegenhouden. Dat is in uw hoofd. Dan ben ik beet. Omdat iemand u dat gezegd heeft en jij wilt niks anders geloven. Ja, maar we gaan daar niet verder over uitweiden, maar ik ben er 100% van overtuigd dat de corona pas tegenwoordig, allez, binnenkort, het nieuwe... legitimatiebewijs gaat zijn waar alles op gaat staan. Snap je? Dat alles digitaal gaat worden, ben ik 100% van overtuigd.
zowel uw bank, uw cryptocurrency, uw identiteitskaart, uw rijbewijs, dat allemaal gewoon op een appje komt te staan. En als dat dan gehackt wordt, dat je eigenlijk niets meer waar bent. Dat denk ik dat we naar die tijd naartoe gaan. Als alles zou gaan zoals jij denkt, baby, dan zou het leven maar triestig zijn. Echt waar. Het gaat triestig zijn. Maar we gaan niet negatief zijn, we gaan positief zijn. Op dit moment ben ik nog altijd in het bezit van een fysiek identiteitsbewijs. Mooi hè? Maar wacht, ik wil even kijken. Alsof dat u dan nu boeit. Ja, ik heb een mooie foto voor aan de mensen laten zien. Kijk, ik ben... precies een gangster. Maar dat ben ik ook, hè. Ik ben Louis de Vlaming in de roleplay. En ik ben dat eigenlijk ook in het echt, zie. Ja. Ja. Nu gaan we naar de... Ah, nu wilt ze wel zien, hè. Nu gaan we naar de winkel. Voor een kot voor Calippo. Filippo! Kot! Ja. Ik heb weer het kleinste kotje mee, hè. Dat is groot genoeg, alleen die bakjes, dat weten we nog niet. Maar ja, dat gaan we ze proberen fixen met zoiets. Ja. 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 En we hebben ondertussen nog een cadeau mee voor Flipper. Voor haar kerst. Hé, liefje? Ja. Hier zit hij dan. Mijn eigen auto, haha. Zij vindt dat grappig, maar ik weer dus niet. Hè. Mijn eigen auto op de achterbank, zijn mannen. Ziek, hè? Weet je waarom? Dat we een kot hebben gekocht, ja, dat in een auto past. Maakt toch niet uit, papa doet de rescue, hè. Ja, papa doet de rescue, omdat die mensen weer lastig vallen voor dat kot te gaan halen. Dus nu sta ik hier de parking van een Tom & Co. Ze zijn er al. Ze zijn er al. Maar ja. Oh kijk, daar zijn ze. Kijk. Ja, Rescue Rangers. Ik wou dat hij nu al te vast eigenlijk. Oei, oei. Die gaan lachen. Voilà. We zijn gered. Geen kot op de achterbank, maar wel een kot in de auto voor u. In de range, in de Mustang. Oh, amai. De vorige was de range, nu is de Mustang geworden. Ja. Oké, links, rechts, links, rechts. Ik heb ook mogelijk het alarm laten afgaan. Hij schaamde zich nog niet genoeg. Ja, los op de alarm af. Oké, nu naar haar ouders en dat kot daar gaan installeren. Nee. Baby, het is geregeld. Het is geregeld. Het kot staat in de veranda. Op naar de winkel, middageten halen en dan livestreamen tot 6 uur. En dan nadien komen we hier eten en dan nemen we Flippy mee. Woehoe! Nu ga je nooit nog van de vogel afgeruiken, liefje. Ja, voor eeuwig en altijd heb ik een vogel. Dat is nu ook al zo. Ja, maar dat kwiet niet zoveel. Liefje. Ik ging het zeggen, maar ik ga het niet doen. Zeg maar. Let's go! Dat vogeltje, baby. Dat dingen, dat kwiet niet zoveel als dat geen aandacht krijgt, dat liefje. Oh. Snap je? Flippy is heel aan het krijsen. Mijn vogel krijst toch niet? Mijn vogel trekt zijn plan. Dat is heel anders. Flippy is afhankelijk. Is hij? Onze redder in nood redt daar nog. Ja. Ja, chic. Oké, jongens en meisjes, we zijn klaar met livestreamen. De laatste stream van het jaar heb ik net gedaan. Op deze geweldige mooie donderdagavond dat we op dit moment zijn. Morgen is vrijdag, moet ik 13 uur lang met de bus gaan rijden. Dus ja, dan kan ik niet live gaan. En dan zaterdag en zondag is het feest. Want zaterdag op zondag is het nieuwjaar, of ja, oudjaar opnieuw. Oud opnieuw. En dan gaan we vieren en eigenlijk nog eens alcohol nuttigen en zo. Dat het super fijn worden. Ten eerste gaan we uitbollen en dan gaan we ontkateren. En een vlog editen, want dan gaat de vlog van de volgende week geëdit worden. Maar, op dit moment ben ik dus klaar met streamen. En wou ik dus zeggen dat ik een pakketje van Y-Food geleverd heb. De koffiesmaak en de chocosmaak, dat zijn mijn twee favorieten. En die zijn dus toegekomen, dus dat is wel nice. Oh, is er choco toegekomen? Ja, kijk. Yummy! Zo heb ik er twee. En zo heb ik er ook twee. Maar dat zijn die 330 die kleintjes. Milliliter edities. Ja, dat vind ik super handig. 570. Ja, vooral voor meisjes. Dat is ook feedback dat ik heb gekregen. En trouwens, ik heb die feedback ook gegeven dat je taster packs kunt samenstellen. Ja. Goed, hè? Ja. Die zei van, ja, dat is een heel leuke feedback. Dat is ook iets wat mij ook wel is opgevallen. En ik kan me daarin vinden. En ze zegt van, ja, we zijn daarmee bezig. Dus binnenkort wordt het over mij een groot bedrijf. Is dat altijd, ja, vergaderingen en zo. Er komt veel bij kijken. Maar het is wel een leuke toevoeging blijkbaar, dat je binnenkort je tasterpacks kunt samenstellen. Bijvoorbeeld, ik lust geen banaan. Ja, dan heb ik ook niks aan een banaan en een tasterpack. Want ja, ik ga hem niet lusten, snap je? Dus daar komt ook verandering in. Dus moest je nog Y-Food willen bestellen,
Hieronder op het linkje, hier in de beschrijving van YouTube, even checken. En dan zou ik zeggen, geniet ervan, want ze hebben heel leuke en lekkere producten. En de 330 ml flesjes, dat zijn de deze, dat zijn die kleintjes. Die zijn inderdaad wel beter. Die 500, dat is iets te veel, voor mij persoonlijk ook. Maar omdat ik het ook niet gebruik als maaltijdvervanger. Hè. Ik gebruik het als toevoeging aan mijn voeding. Ik gebruik het als deels vervangend product. 'S morgens als ik met de bus ga rijden, drink ik eerst zo'n flesje van 330 leeg. En tijdens mijn eerste pauze, dan natuurlijk iets anders om te eten. Dus ja, dat is wel het verschil natuurlijk. Dus super blij mee. Dus dikke shout-out aan Wifood. Wat is dat? Crème. Voor wat? Voor... Dat is bodycrème, zie je? Wow, oh hé. Mijn daar Kamitra. Oh ja? Ze heeft een Kamitra gekregen voor haar verjaardag. Ah, voor haar verjaardag. Nee, voor haar kerstmis. Zie, kijk. Hier. Draai eens om. Kijk eens, hé. Diamant, vuurwerk. SOS. SOS. En, licht staat er nog niet op, hè? Nee, dat is niet. Ik ben ook een fan van Camille geworden. Wat zeg je? Ik zeg, ik ben ook een fan van Camille geworden. Goed zo. Zeg, afzetters, de helft is maar gevuld. Oei. Nee, ze zouden het dan niet krijgen. In ieder geval... Ah ja, wacht! Ik heb nog een cadeautje, maar eerst genieten van het... Van mij? Het krijmen van de benen. Kijk eens aan, wat een meisje. Wauw, wauw, wauw. En wat heeft, nu, wat heeft dat nu voor nut? Dat raakt lekker en wat zacht. Dan heb ik dus geen vak aan. Ik heb nog iets nieuws gekregen. Ik denk dat het van Juice is. Ik ga het even openmaken. En dan gaan we het zien. Een pakketje. En ja, ik zal het laten zien. Zoals u dus al zei, inderdaad. Ik had het al gezien aan de afzender dat het van daar ongeveer ging komen. Nice. Nice. Vet. Wat heb ik gekregen? Deze denk ik dat ik al weet wat het is. Ja, met één hand is het niet makkelijk, maar dat gaat ook. Zo. Ja, wel, dat dacht ik dus al. Een cool! Zie. Ik weet niet of je dat kunt zien, maar er staat gewoon juice op. Vet. Oké, okay, shakebeker. En twee speciale smaken. Amerikaanse smaak van juice. En een Dutch one. Nederlandse smaak. En een muismat. Komt altijd van pas. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet gepartnerd met juice. Maar ze sturen mij wel geregeld zo van die cadeautjes op als ze iets nieuws hebben om dingen uit te proberen. Dus een dikke shout-out naar hun dat ik dat heb gekregen. En ja, misschien in 2023 wel een samenwerking. Wie weet, we gaan het zien. Ja, die heeft ook aandacht nodig. Ja, hoe is er? Wil jij ook op de vlog? Wat hè? Mama, ik heb een voice gekregen. Gaan we een zakje maken, vrienden? Wil jij ook op de vlog? Ja, dag meisje. Ongelooflijk. Dat moet je allemaal wegzetten. We waren allemaal keiveel prijzen. Cadeaus van kerstmis. Dat moet je allemaal wegzetten. Ja. Mijn kawas maken, want ik blijf vandaag bij Lina slapen. En we nemen Calippo mee in het nieuwe kot dat je dus net hebt gezien. En jawel. Dus ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren. En als ze daar rustig is, dan kan ze daar slapen. Als ze onrustig is, ja, dan ga ik met Calippo terug naar huis komen. En dan blijf ik hier thuis slapen. Dus we gaan het zien. Maar Calippo kennende... Je gaat er niet snel een probleem van maken. Jij gaat Flippy zijn, hè? Dat is waar, hè? Je gaat er niet snel een probleem van maken, hè? Oh. Ik heb daarnet aan Calippo geleerd dat ze mijn armbandje daar niet mag bijten. Ah ja, jouw armbandje. Laat het zien. Dat hebben we nog niet gezien, hè? Kijk. Van, hoe noemt hij nu weer? Stitch. En erin staat, hier van onder staat, wat staat erin? Ja, laat zien. Ja, maar je ziet dat niet, hè? Kan je het niet zien? Nee, tuurlijk niet. Ja. Daar staat op, love at first bite. Ja. Hallo Flippy, dat was bij jou ook, hè Flippy? Koekoek! Koekoek Flippy. Gaan we samen jouw zakje maken? Ja, jij gaat in de hand. Kijk hoe gelukkig ze is. Kijk, we hebben even een moment van opvolging te maken. Flippy niet. Flippy! Ga je mee? Ga je mee? Ik ben benieuwd. Ik ook. Wie denkt er dat Flippy kan vliegen? Laat het in de comments achter. Hé, maar jij maakt me lang dan. Oké, auto is gevuld. Dus we naar beneden gaan. Zo'n beetje zitten we vast. Flippy! Koekoek!
Lekker, hè? Filippi vindt het al fijn. Nu wij nog. Nu jij nog. Nee, het komt wel goed. Oké. De auto, dat gaat ook wel geweldig zijn. Maar die heeft dat toch al gedaan. Okidoki. Flippy mee. Ben je blij? Ja. Ik weet niet wat er gebeurt. Dat mandje, oh, dat zat daar. Ja. Lieve Flipper. Mimi. Goedemiddag. Dat hoofdje echt zo. Niet mijn riem bijten. Ik heb er in de zomer wel nieuwe van Antwerp Customs. Maar... toch niet doen, zegt. Ik heb mijn kasken hier staan. Ik moet dat even deze week verzetten. Als er nog mensen zijn die toevallig een sterrenhemel willen bij Antwerp Customs, vergeet niet, je hebt 10% korting als je gewoon met een naam vernoemt. Hè. Dus je moet daar niet veel voor doen. Als er mensen zijn of mensen kennen die zeggen, ja, ik wil het wel laten doen. Antwerp Customs, beste adresje, 100%. En dat weten jullie, jullie zien het ook. Ik zou het ook niet verkopen als het niet zo was. En vervolgens, ja, 10% dat is niet niks. Zeker niet op zo'n bedrag. Dus. Dan weet je waar je naartoe moet gaan. Ook voor gordels. Gordels was het. Sterrenhemels en remklauwen. Dat zijn de drie dingen waar je 10% op krijgt via... mijn naam gewoon te vernoemen. Gewoon zeggen, ik kom via daar erop. En klaar. Nee. Voicecrack. Voicecrack. Die is trouwens zelfstandig begonnen van Antwerp Customs. Hij is al niet. Ja. Die deed dat na zijn uren in het weekend. En die was hoofdrapper bij... ik kan het niet uitspreken. Gewoon een rapper. Leggen we zo bedoel. Bij BC Sint-Jutter. En is nu gestopt. Die is nu fulltime begonnen met zijn eigen zaak. Met Antwerp Customs. Dus. En hij heeft goed te doen. Ik ben er blij om. Zware Flippy. Je snapt het niet goed, hè. Ik ga mijn riem even vast doen. We zijn net toegekomen. De lampjes gaan al aan buiten, dus we weten dat we er zijn. Niet aan de camera buiten, Flippy. We gaan Flippy in het zakje steken, dat gaat wel een hele belevenis zijn, maar het moet even. Je mag er direct terug uit, Flipper. Oké. Okay. Mijn duim gaat eraan. Wat zeg je van? Is dat al open? Ja, half. Brave, Flippietje. Even flink. Flippietje. Flinkjes. Flinkjes. Stokje. Stokje. Ja, flink. 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 Ja. Oh. Ja, goed zo, Flipje. Flipje, flink. Het is niet voor lang. Het is echt niet voor lang. Echt, Flipje? Een botting, maar dat gaat hier niet doorgaan, denk ik. Woe! Waar is het? Waar gaat dat, man? Zit daar nu nog iets in? Nee, dat schuift eruit. Dat is zo vaak opgelopen. Ja. Waar is de ingang eigenlijk? Hier is de ingang. Okay. Dat is zo hier. Oh ja, voor proper te maken. Een probleem. Ik ga even kijken. Nee, die kan daar niet onder. Dan moet zich dan... nee. Die schuift dan weg, hè. Je gaat daar ergens naar tussen steken. Dan gaat hij zo doen. Ah, ja. Je gaat daar proberen onderkruipen, maar dat gaat niet. Gelukkig. Ze heeft het gelukkig niet gezien. Maar voor. Ja, dag meisje. Kijk maar wat dat werkt, zoals ik wil dat werkt. Ja, dat is zoals wij het in ons hoofd hadden ongeveer. Ik kan het nog mooi doen, ik kan het nog mooi zo. Ja, dat is goed genoeg. Oké. Zo. Hey, die heb je. Wat is dat? Ja, dat is voor, eigenlijk is dat goed voor kleine rokers, maar voor zo'n 10 van die kleine rokers in te steken. The next day. Hoi. Goedemorgen. Het is vandaag 13 december en de laatste werkdag. Ik ben kapot. Ik heb hier al een tas koffie gevuld met een leuke boodschap. Hou je waffel, dude. Van de Victus. Want ik ben helemaal kapot. Maar vandaag ben ik onderweg met een geweldig mooi busje. Hier. Maar ik moet 13 uur lang rijden, mannen. 13 fucking uur moet ik rijden. Maar ja, ik ben wel blij dat ik een mooie bus heb gekregen. Die zeer comfortabel is. Waardoor ik 13 uur lang gewoon chill mijn werk kan doen. Ik heb een oortjes bij, dus ik kan gewoon in call naar Discord met de fam en ja, boy. Anyway, je ziet, ik klink vaag, ik kan nog wakker worden, maar we gaan er nu werk van maken. Op naar een nieuwe werkdag. En dit zijn trouwens de units waar ik het over had. Binnenkort zijn al die bussen elektrisch die hier staan. En kijk, hier is een McDonald's. En ik werk hier nu al van september, hè? Ja, september. Dus bijna... maar oktober, november, december, 4 maanden. En ik ben nog maar 2 keer naar McDonald's geweest. Dus eigenlijk is ervan.
Hier, kijk, dat is mijn bus. Met een kei mooi busje. Zie, sorry, geen dienst, mijn collega pikt je op. Hoe vet zou het zijn als je daarop zit, Dardro? Ik kan dat wel niet zelf, maar... Zou je dat kunnen fixen? Misschien. Anyway, al die bussen die hier staan... Oh, je hebt er kei veel, hè. Je hebt er hier ook nog, kijk. En dat is de mijne. Jepla. Even smal. There we go. Even pauze. Dat wil zeggen dat ik mijn gemakje ga gaan kakken met mannen. Ik bedoel, betaald kakken, hoe zalig is dat? Ik heb een kwartiertje pauze nu. En dan nog wel verder rijden. Ik heb nu al... Even kijken. Mijn papier ligt hier. Kijk. Lina heeft mijn lunchpakketje gemaakt. Kijk, goed. Kijk, ik heb nu al 1, 2, 3, 4 ritten gedaan. Ik moet er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog 7, zo. Bijna in de lucht. Ja, dus. Ah ja, trouwens. Kijk naar dit filmpje. Flippy is zich aan het amuseren thuis. Of ja, bij de ouders van Lina. Jongens en meisjes, we zijn momenteel, hoe laat is het nu, 16:34 en ik moet nog tot 18:20 werken. Ik ben al van iets naar 5 bezig. Het begint wel te pakken, hè. Dus ik heb nu echt zin in die frietjes van straks, want ik ga frietjes halen. En dan kan ik eindelijk genieten van het weekend. En dan morgen, ja, is het oud. Hè. Dus, maar check eens waar we staan. Hier staan we, kijk. Hier staan we ze in Zaventem. En dat zijn ze van die trambussen. Dat zijn ze van die hele lange bussen. Volgens mij zijn die 28 meter lang of zoiets. Als ik me niet vergis. Nee, wacht, 23 meter denk ik. Ja, I don't know, ik weet het niet. In ieder geval lange bussen. En ik zit in zo eentje. Zalig toch? Een MAN. Kijk eens aan. Zalige bussen. Zoals vorige keer kon we zien dat ik in zo'n elektrische bus zat. En nu... Ja, zitten we in een gewone bus, maar dat is ook wel mooi. En dat is ook elektrisch verstelbaar, kijk. Zie. Hop. Allemaal elektrisch verstelbaar. En deze deur, kijk goed, hè. Kijk hoe fijn dat het is, kijk. Dus dit gaat naar beneden, zoals je kunt zien. Zo. Hop. En nu, als ik op deze knop duw... Hop. Dan gaat het vanzelf omhoog. Het is gewoon een tijd, hè. Het zal wel zijn. Oké, 20 minuten slapen, power-upke. Laatste rit naar Mechelen. En dan zien we elkaar wel in Mechelen. Oké, we zijn in Mechelen toegekomen. Het is nu 17:57. Nog 20 minuutjes terug binnenrijden en ik er eindelijk vanaf. Wat zijn we aan het doen? Handtanken! Het zal wel zijn. Elke vlog toch? Oké. 93 liter. We gaan proberen 100 liter te kletsen. Voilà. 100 liter. Oké, beste mensen van het schoolleven. Mijn buikje zit vol. We hebben net frietjes gegeten. Ik heb niet gefilmd. Ik ben eigenlijk redelijk kapot van de dag. Het was zwaarder dan ik had gedacht. 13 uur met de bus rijden, dat was zwaarder dan verwacht. En we hebben Flippy mee naar huis terug. Nu weet Flippietje tenminste, hè, dat hij er thuis is. Dus niet denkt na 2 nachten daar overnachten, van ja, dat is mijn nieuwe thuis, snap je? Dat is eigenlijk een beetje de reden waarom we naar huis komen. Want voor de rest, ja, morgen moet ik Lina aan het werk doen, 's morgens. En dat is vlakbij waar ouders wonen. En ik moet nadien naar ouders, want ik moet gaan koeken zingen. Voor ja, maar een nieuwjaar. Anders zit je dus toch alleen hier, je moet je hier naar hier brengen. Ja, dus ja, dus vandaar. Dus, maar dan weet je tenminste dat het thuis wel hier is. Anyway, wij gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het een leuke vlog, dan een duimpje omhoog. Laat in de reacties weten wat je ervan vond. En dan ben ik aan het twijfelen of ik morgen mijn camera ga meenemen met koeken zingen. Ik denk dat ik niet ga doen. We gaan het nog zien. De content van volgende week die moet nog beslist worden. In ieder geval, bedankt om te kijken. En dan zeggen wij zoals altijd. Links de biceps! Links de biceps! En joehoe!